Het valt mij heel erg moeilijk om over deze zaak opnieuw te beginnen. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Dit is helemaal niet leuk. Maar het is wel nieuws. Nou, het nieuws van een tijdje terug. Maar het is wel nieuws. Dit is een officieel document van justitie. En als jullie me niet geloven, dat kan natuurlijk hè, dat jullie me niet geloven, dan moet je van hier heb ik hem ooit gevonden. En dat was dus dit. Maar dit werkt niet meer en dit werkt ook niet meer. Dat maakt allemaal niet uit, weet je. Maar dit kan je niet maar om even te vergelijken. Want jullie geloven me natuurlijk niet. Nee, wij Perry is een of andere stomme conspiratie-sierismen. Maar kijk, de tekst hier hè, is hetzelfde. Zien jullie, nou, ik kan het niet aanwijzen, maar als ik de justitie heeft in het onderzoek, lalala. Maar dit was de oorspronkelijke die ik van het internet heb gehaald. Er staat natuurlijk geen jaartal achter, want ja, duidelijkheid en justitie. Sinds die filmrolletjes met Srebrenica hebben we daar zo onze twijfels over. Ja. Dus je mag niet lachen over de zaak Marianne Vaatstra, want Marianne Vaatstra is gewoon keihard dood, hè? Maar dat is natuurlijk wel heel erg. En ergens moet er een soort van humor in komen. Dit is ook weer een stukje tekst, jongens. Nou, we noemen dit dus niet. Dit gaat niet over de zaak van Marianne Vaatstra, die toen ze 16 was, om het leven is gebracht. Ben jij gek? Nee, dit gaat uitsluitend over het taalgebruik van justitie. En Marianne Vaatstra. Voor zover ze uit de hemel toekijkt, die geeft mij toestemming, denk ik. Onder welke belachelijke voorwaarden dat wat haar overkomen is, ergens iemand lalalala, en dat is een Jasper Steringa, dat was een verdwaasde boer. En die buitenlanders, die hadden er niks mee mok. U begrijpt, voor zover u nog luistert, dat dit is dus zowel serieus als heel erg grappig. Hè? En nu gaan we over naar de humor. Ja? Justitie heeft in het onderzoek naar de onopgeloste moord op Marianne Vaatstra een verkeerde verdachte opgepakt en daarmee de mogelijke dader laten lopen. Stelt actualiteitenprogramma 1 vandaag in maart 2010. Dat is niet de eerste keer dat bij het publiek twijfel rijst over de arrestatie van Ali Hussein Hassan. Rechercheurs van de Friese politie hebben daarom alle feiten over zijn aanhouding nog eens uitvoerig tegen het licht gehouden. Een blik in het dossier. Nou, dit was dus de opening. Je merkt al aan het feit hoe ik dit voorgelezen dat hier iets niet klopt met de inhoud. Ja, dit is dus taalfilosofie. Ik zeg jullie, hè, gewoon logica te leren. Gewoon nadenken. De onopgeloste moord op Marianne Vaatstra, een verkeerde verdachte opgepakt. En daarmee de mogelijke daden laten lopen. Ja, en wie was die verkeerde verdachte dan eigenlijk? Misschien komen we er zo dadelijk nog wel achter, hè? En dat is allemaal gesteld door het actualiteitenprogramma 1 vandaag. Want die werken voor justitie. Toch? Dat blijkt hieruit. Als het actualiteitenprogramma 1 vandaag zegt het nou, dan is het actualiteitenprogramma van 1 vandaag, dat is in feite een soort van rijksrecherche, zullen we zeggen. En dat is niet de eerste keer dat bij het publiek
twijfel rijst over de arrestatie van blablabla. Maar dat klopt dus niet. Want het actualiteitenprogramma 1 vandaag is niet het publiek. Mag ik dan morgen ook bij het actualiteitenprogramma van 1 vandaag een leuk programma vertellen over homo's in Arnhem? Nee, natuurlijk niet. Dat is het publiek helemaal niet. De arrestatie van Ali Hussein Hassan. Ja, ik wil graag weten wat zijn burgerservice-nummer is. Kut, die dit geschreven heeft. Rechercheurs van de Friese politie. En dat klopt ook niet, want het gaat over de politie Noord-Nederland. En dat is niet de Friese. De een of andere, weet ik veel, lange termijn, lang vergeten team of zo. En die wordt er weer opgezet. Maar dat is niet de Friese politie. En dat is niet de politie van Zwaag Westeinde of zo. Die zich zou moeten afvragen waarom er een kind in hun gemeente vermoord is. Die zou ze er een keer in voor moeten spannen. Maar dat doen ze niet. Nee, ben jij gek. Dat is een of andere politie die woont ergens in Noord-Nederland. We noemen het voorlopig even de Friese politie. En die hebben nog alle feiten over zijn aanhouding nog eens uitvoerig tegen het licht gehouden. Oh mijn god. Dus ze geven hier zelf toe dat het wel eens zou kunnen dat die feiten destijds niet goed bekeken zijn. Jezus Christus. Een blik in het dossier. Nee. Dit is geen blik in het dossier. Dit is een of andere fabrieksel dat is gemaakt door een stagiaire of zo. Die moest leren hoe je dingen die misschien niet zo leuk zijn voor de bevolking. Maar ja, multiculturaliteit, dat moeten we een keer. Dus dat mogen we niet toe. Mogen we niet tegenhouden. Jezus. En dat heet dan onderzoek Ali H. Nee, het heet onderzoek Ali Hussein Hassan. Burgerservice nummer zoveel. Wat is er van bullcrap? Nou, de tweede pagina, die mogen jullie met me meelezen. Die ga ik niet voorlezen. Ik heb echt bullcrap om de naam van een slachtoffer telkens weer te noemen. Laat staan haar familienaam. Er zijn grenzen, weet je wel. En er staat hieronder... Dat lees ik nou wel even voor, want we gaan lachen, hè, over justitie. Ja. Ik ben een beetje Paul de Leeuw vandaag. De recherche start een onderzoek. Waar zijn die klojo's anders voor? Dat hoef ik toch helemaal niet te weten dat ze er gestart zijn. Als ik een goed verslag krijg van het onderzoek, dan weet ik toch dat ze dat onderzoek gedaan hebben. En dan weet ik toch dat ze dat onderzoek gestart zijn. Dit is paginavulling. En we zijn nog OMGVD pas op pagina een half, 0,5. Nou, hier is het heel leuk. Dat is het verhaal van dat die twee beveiligers... Ja, dan hoef je verder niet te weten wie dit waren. Jan en Kees of zo, hè. En dus Ali Hussein Hassan is er niet bij. Ja? Maar dat is dus als ze terugkomen. Dus er gaat een groepje mannen, die gaat weg. Je mogen zelf meelezen. Dat heb je vast al gedaan, want je probeert mij niet alles in mijn eentje te laten doen. Ja? Maar dus Ali Hussein Hassan, die was er dus niet bij toen het groepje terugkwam. De vraag is natuurlijk, was je erbij toen het groepje wegging? Want als Ali Hussein Hassan, die had gewoon zijn Koran gelezen. En die had netjes op zijn bidkleedje gelegen. En die had nog een of ander heelal worstje gegeten. En die is toen lekker op zijn matje gaan liggen. Dankbaar, zoals de Koran dat zegt. Ja? Die was er niet. Natuurlijk was hij er niet bij. Toen ze gingen suipen op 30 april. Want hij was een Mohammedaan, toch? Natuurlijk ging hij s'nachts niet weg. En natuurlijk was hij daarna niet bij die andere mannen weer terug. Ben ik nou... Krijg ik een aanval van voetbaltrainerschap of zo? En daarna komt hij dan ook niet. Oh, dat is dan wel weer vreemd. Dus wat ze dus zeggen hier... Is dat er is een man... En die heet Ali Hussein Hassan... En die was inderdaad verdwenen ten tijde van de moord.
Dat staat vast. En dan vraag ik me af dat als ik asielzoeker word in Turkije, dat ik ook eventjes een weekje vrij af kan nemen. Dat ik tegen die Turkse kan zeggen, het is een beetje vermoeiend hier in het asielzoekerscentrum vanuit Bovenkerk onder Amsterdam. Ik zit hier dan een beetje aan de kust en zo. Ja, ik moet even een beetje terug, even een beetje uitwaaien hoor. Ik ben van Oostenrijk. En die Turken vinden dat goed en die vinden dat normaal. Dat er asielzoekers zijn en die melden zich gewoon af. En niet eens dat ze zich afmelden. Nee. Af en toe weer asielzoekers. Ja, soms verschijnen ze niet. Ja, ook de volgende dagen niet. We zijn met z'n tweeën en we weten het allebei, want we zijn twee beveiligers. En we hebben gewerkt in de nacht van 30 april op 1 mei 1999. Hebben we dat gewoon gezien, man. Ze nemen gewoon af en toe vrij af. Ja, dan komen ze weer terug. Mag je dan hopen, hè? Ik denk dat Ali Hussein Hassan niet echt teruggekomen is. In dat asielzoekerscentrum. Ik denk dat hij wel linkeruit kijkt. Straks komt Micha Katten nog bezoeken. En dat zou leuk zijn, hè? Als ik dan zou horen dat Ali Hussein Hassan, die heeft opnieuw asiel aangevraagd. En dan ga ik Micha Kat bellen. En dan zeg ik, Micha, ik heb een onderzeeër. En ik breng je naar Zandvoort. En dan haal ik je op met de Clio. En dan gaan we Ali Hussein Hassan interviewen. Ja, of door de Eurotunnel natuurlijk. Ik bedoel, Micha Kat kan ook gewoon een snorm doen. Ik ben dus op een cursus Joods. Dus ik bezorg hem wel een vals paspoort. Dan komt hij gewoon via de Eurotunnel even langs. En wat kost het bij elkaar? Weet je, zo'n interviewtje tussen Micha Kat en Ali Hussein Hassan. Maar goed, het onderzoeksteam dat is ontzettend nuchter. En dat is voor het onderzoeksteam aanleiding om hem op te sporen. Oh, wacht eventjes hoor. Maar welk onderzoeksteam eigenlijk? Van het fucking asielzoekerscentrum? Ja, dan zijn ze dus naar Turkije gegaan. Hebben ze gezegd, ja, maar iemand van jullie heeft asiel gezocht bij ons. En we zijn hem kwijt. Weten jullie waar die is? En dus op 9 oktober, dat is dus, even kijken, was eind april dat het drama gebeurde. Begin, ja, dus dan heb je mei, even vertellen hoor. Mei, juni, juli, augustus, september, oktober. Oké, de zesde maand en dan de negende dag. Dat de arresteerde Turkse politie. Die ontsnapte asielzoeker. In opdracht van de Friese officier van justitie. De dan 26-jarige Ali Hussein Hassan. Uit een DNA-test blijkt dat zijn genetisch materiaal helemaal niet overeenkomt met dat van Mariannes moordenaar. Ja, dat is. Dan moet je die andere nog maar even voor gaan luisteren. Maar is dan ook heel grappig hoe dat in elkaar zit. Even kijken, de volgende pagina kan blijven. Dat... Op. Nee, omlaag. Tjok. Oh shit. Pagina, nee, terug, omhoog, weg. Zo maar. En als ik dan... Is er iets van één pagina of zo? Nou, dat zou ik ook niet doen.
zal wel kloppen. Ik zet gewoon door. Ik bedoel, wat maakt het uit? Janne Vaatstra is toch al dood. Die kwam wel aan, hè? Maar is deze aangehouden Ali wel de verdachte die de recherche shot? In 1999, 2003 en 2010 duiken keer op keer berichten op die vermelden dat de politie en justitie de verkeerde persoon zouden hebben gearresteerd en de verdachte van de moord op Marianne dus hebben laten lopen. Nou, dan moet ik hem weer even terugpakken naar die eerste hoor. Want hier wordt gesproken over moordenaar. En wat is dan een verdachte? Want het gaat toch om een moordenaar. Dus er zou moeten staan. Maar is deze man die aangehouden is door de Turkse politie omdat hij in een asielzoekerscentrum was ontvlucht en teruggesneld was naar Turkije en daarom was opgepakt op verzoek van de Nederlandse overheid wel de verdachte die de moordenaar wel de moordenaar van slachtoffer. Dus de vraag is niet over de moordenaar, want op de vorige pagina stond al dat Ali Hussein Hassan, wie dat ook maar mag zijn, want je kan ook Jan Jansen heten. Ik wil graag zijn burgerservice nummer of zo. Geboren te Boedroem, of weet ik wel wat. In de chatje, ik had geen Turks. Maar die vent, dat is niet de moordenaar. En dan is hier alleen maar de vraag, is het wel de verdachte? Is hij wel de verdachte? En die vraag, die kan ik echt niet beantwoorden. Ik bedoel, voor hetzelfde geld hebben ze hier rekening mee gehouden. Ik vind zelf de meest plausibele these nog, dat het allemaal verschrikkelijk uit de hand is gelopen. En dat er meerdere mensen bij betrokken waren. En mijn dochter had nooit, toen ze 16 was... Ze is nog steeds 16 trouwens. Maar ze mag nu ook niet, maar ze heeft nu al een vriend. Dus ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Maar stel dat mijn dochter 16 was en ze had geen vriend. Had ze van mij, als slachtoffer dus, daar echt feestjes ging vieren, had ik daar denk ik wel als vader een vraag over gehad. Maar ja. Dus ik weet niet hoe dit verhaal in elkaar zit. Maar dat hier een of ander schijnding wordt opgevoerd. Van we hebben echt ontzettend ons best gedaan hoor. We konden helemaal niemand vinden. En trouwens dat gedoe over die Ali Hussein Hassan. Dat is allemaal helemaal goed hoor. Het is een beetje flauw allemaal. Maar wat hier wel uit blijkt. Kijk, ik ga nu niet zo'n uitgebreide uitzending maken als over alles van Henk J. Mauze. Dat doe ik eventjes niet, maar het is zulke boelkrap hier. Nou, dan wil ik eigenlijk dat ik deze pagina een klikpagina. Dit wil ik, ja. En als ik dan kan ik dan zo terug, dan kan ik zo terug. Ja, dit gaat wel goed. Oké, ik leer. Blijf bij mij. Bijna 12 jaar na de moord op Marianne Vaatstra, op slachtoffer, zetten politie- en justitiemedewerkers zich nog altijd in om de dader op te sporen en de waarheid te achterhalen. Ook ieder verhaal over de persoon is de afgelopen maanden opnieuw tegen het licht gehouden. Wat is waar? Een beschrijving van de twijfels over de aanhouding van de juiste persoon en de resultaten van het onderzoek daarna?
Even kijken. Zien jullie dit? Kan ik inzoomen? Ja. Even over Nederlands. Hè. Het gaat over, we gaan lachen over het taalgebruik bij justitie. Kijk, er is een gouden wet en die is niet opgeschreven, behalve dat die beschreven wordt. En die gouden wet die luidt, wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. En dit is dus liegen. Ja. Want we hadden het hier over... Oh ja, dat werkt dan weer niet. Dan gaat hij nou weer zo. En dan moet ik dan weer... Jeez, ingewikkeld. Op, 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 op. En dan kan ik zo terug. Ja, kijk. Dit was... Ga je echt leren. Oh. Dit was... Me even te... Ja, hier heb ik gevonden. Een blik in het dossier. En hier klopt het niet aan. Hier had er zonder meer een dubbele punt achter moeten staan. Maar dit is geen blik in het dossier, mag ik hopen. Zal ik even inzoomen voor jullie? Kijk, de recherche, dat is een taak van de overheid die wij ons voor ogen hebben. En de recherche zou dit moeten doen, de recherche dat moeten doen. Daar krijgen ze ook tijd voor en dan mogen ze ook kinderen hebben en een huis en een tuin en ja, een leuke auto om naar het werk te gaan. En de recherche hoeft alleen maar in actie te komen. Als er een vraag te beantwoorden is. En niet ons bestoken met, ja, wie heeft het gedaan? Ja, wie, ja, ja, we hebben, ja, alle feiten opnieuw tegen het licht gehouden. Maar ja, wat is waar? He? Justitie komt er niet uit. Dat staat hier. Ze snappen het gewoon niet. Het is ook zo raar. Een beschrijving van de twijfels over de aanhouding van de juiste persoon en de resultaten van het onderzoek daarnaar. Conclusie, er zijn geen aanwijzingen die erop duiden dat in 1999 de verkeerde persoon is aangehouden. Ja. Dus we hebben eerst gehad een blik in het dossier. En nu hebben we het dus over... Een beschrijving van de twijfels over de aanhouding van de juiste persoon en de resultaten van het onderzoek daarnaar. Het onderzoek waarnaar? Ze hebben intern onderzoek gedaan en daaruit blijkt ze hebben de juiste persoon aangehouden. En dan staat er dus nog een keer achter. Er zijn geen aanwijzingen die erop duiden dat in 1999 de verkeerde persoon is aangehouden. In Turkije. Omdat hij weggevlucht was uit het asielzoekerscentrum. Want daar was het echt niet te harden hoor. Wat was het daar vervelend. Nou, die man... Oh, dat wordt heel erg leuk. Echt, we gaan nog veel meer lachen. Maak er gewoon een hele lange uitzending van. We gaan er alleen maar lachen. En het is dus een blik in het dossier. Hè? En in het dossier stond dus... Het is Koninginnedag en feest in Kollum. Tussen 11:30 en 12:00 s'nachts verlaat een groepje asielzoekers het terrein van het AZC De Poelplaats. Dat hebben we dus eerder gezegd. Dit is een herhaling van feiten. En we zijn pas fucking op pagina 2. Even terughalen. Nee,
genoeg zijn. Ja, zo. Hier. Zie je hem? Oh, sorry. Dat is niet mijn bedoeling. Wat? Ja, zo. Zie je dat? Dit is pagina 1. En hier staat hetzelfde, ja? Dit is een blik in het dossier. Op basis van dit dossier, als dit een blik is in het dossier, dan zeg ik dat hier iemand aan het liegen is. En die leugenaars die dit geproduceerd hebben, die voelen hem denk ik ook wel hangen. En die snappen ook wel dat hun kleinkinderen hier niet aan gaan ontkomen. Gedenk Romeinen 12 vers 19. De wrake is mij. En dat zei dus, wiens naam ik niet uitspreek. Ik ben op cursus Joods. Ja. Als de beveiligers de volgende dag weer op hun werk verschijnen, horen zij dat slachtoffer, en er hoort helemaal geen 16 achter te staan, hè? Want er is niet een Marianne Vaatstra 17. En een Marianne Vaatstra 15. Marianne Vaatstra is fucking geen koe. We willen hooivorken. Voor justitie. En stenen. Zoals ze ons. Momenteel worden de auto's in de fik gestoken. Nou, dan kennen ze ook voor de kop krijgen. Maar dan wel de juiste leugen. En ze kennen vet met mich en een stront krijg. Stel ik je beleugenaars. Horen zij de slachtoffer. Die nacht. Vlakbij. Ik kan het echt niet voorlezen. Dat slachtoffer uit, Westeind. Die nacht nog geen. Die 2 klopt dus fucking ook niet. Had gewoon 2 moeten staan. Want dit is onder pagina 2. Wat is er voor een beledigend document? Nog geen 2 kilometer verderop. Dat zou ik nog kunnen gaan controleren op Google Maps. Maar dat doet er helemaal niet toe. In een weiland is en vermoord. Nee, ze is om het leven gebracht. Die verkrachting had ze wel overleefd. Paul de Leeuw is toch ook af en toe lekker gedingest? Nou, een Paul de Leeuw die staat toch ook lekker op het podium? Ouwe homo! Jezus, wat wordt het een lollige uitzending. Wat kan je lachen met justitie? Van collega's. Kijk. Dus we hebben het dus over we hadden het eerst over de 2 beveiligers. Nu zijn het de beveiligers. En dan hebben ze van collega's. Jezus, mijn Christus. Dagdienst hebben. Dus de. Voor degenen die het nog niet snappen, maar je hebt dus het over de 2 beveiligers. Ja, maar dat zijn dus nu de beveiligers. En die hebben gehoord van collega's. Maar dat zijn wel de collega's die dagdienst hebben. Ja. Vernemen zij ook dat persoon die dag nog niet is gezien. Kijk, wat doet dat ertoe? Er waren dus 2 mensen en die zeiden, nee,
Ik heb die persoon heb ik echt niet meer gezien hoor. Het laatste wat ik me herinnerde was, er kwam een groepje terug. En toen zag ik pas dat hij er niet bij zat. En ja, misschien was hij wel eerder weggegaan, weet ik veel. Ja, hij zat er niet meer bij. Maar daar hoef ik verder niet mee te doen. En wel raar dat de Friese politie dan helemaal naar Turkije gaat om hem op te zoeken. Maar ja, dat moeten jullie zelf weten. Jezus, wat een morons! Vernemen ze ook dat dit nog niet... Het personeel... Dat is dan de volgende beschrijving. Jezus, mijn sisters. Dus we hebben het eerst gehad over die twee beveiligers. Nu over de beveiligers. Dan hebben we het van collega's. En nu hebben we het over het personeel. En dit meldt dit bij de leiding van het asielzoekerscentrum. En dan komt er een quote gelet op het tijdstip van verdwijnen. Nou, dan mag jij me vertellen. Ja, het was heel gek. En er was iemand vermoord. En er was er iemand anders was verdwenen. En toen dacht iemand anders. Nou, dat heeft wel qua tijdsbestek dicht bij elkaar. En dat moet er wel even bij. En het ging er dus niet om dat we dachten dat die vent blauw haar had. En van, nou, dat is weer met dat blauwe haar. Nee, dat was echt gelet op het tijdstip van verdwijnen. Ben ik debiel of zo? Oh, wat ben ik blij dat ik dit alleen maar hoef voor te lezen. En dat ik er deelgenoot van word doordat ik het moet lezen. En meer niet. In deze nacht werd immers Marianne Wa... Ja, ik... Sorry. In deze nacht werd immers slachtoffer... Vermoord. Nou, nu staat het er eindelijk goed. Behalve dat ze die naam niet uit mogen spreken. Wat denkt justitie wel niet? Dat wij er zijn om voor hun vermoord te worden. En hebben een labeltje. En dan kunnen ze zeggen, ja, nummer 059-668-301. Die heb weer wat gedaan, hoor. Stelletje, big brother, dick my fuckers. Sorry voor het Frans. Maar het was een uitzending bedoeld om lollig te zijn. En trouwens, Micha, als je luistert, de groeten. Vanuit Arnhem. Na een uitzending van Opsporing Verzocht, belt hij in juni de Friese recherche. Op een zeker moment had ik de indruk dat onze informatie niet bij de politie kwam. Ik besloot toen dit voorval zelf te melden bij het onderzoeksteam, verklaart de bewaker op dinsdag 6 juli 1999. Dat is voor politie aanleiding om persoon op te sporen. Oké, hoe hebben we nou geteld met z'n allen? Tellen jullie, hè? We hebben dus gehad over... De twee beveiligers, de beveiligers, lalala, de collega's. Maar nu hebben we het over. Ja, kijk of ik in kan zoomen. Ja, lezen jullie even met me mee? Houden jullie nog een beetje van logica? Of willen jullie graag belogen worden? Hier staat hij. Over wie hebben we het? Wie? Welke bewaker? Welke twee bewakers? Welke Piet-Jan Heijn? En Joris en Dinges? Hoe heet het ook alweer? Dat weet ik veel. Wie is hij? Rechercheurs. Dit is dan het kopje luidruchtig. Dit was dus een blik in het dossier. Hè? Jullie zijn nog een beetje mee, hè? Ja, kijk, dit is het apparaat van justitie. Hè? De justitiële molens die lopen langzaam. Hè? Dit is dan paragraaf luidruchtig. Nou zeg. Rechercheurs horen verschillende asielzoekers en laten hen twee foto's zien. De opsporingsfoto... Pasfoto van persoon
en een groepsfoto waar hij ook op staat. In ieder geval 8 van de gehoorde asielzoekers. In ieder geval 8 van de gehoorde asielzoekers herkennen de man die op de foto staat als de persoon. Ze hebben dus exact. Jezus, ik moet echt zo gaan stoppen. Oh, 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 oh. Kunnen jullie zelf eventjes met me meelezen? In ieder geval 8 van de gehoorde asielzoekers herkennen de man die op de foto staat als de persoon. Dus, ik heb in Wageningen gestudeerd. Hè. Ik weet dus van wiskunde, dat is vervelend voor sommige mensen. Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar als je 1000 asielzoekers vraagt, is dit de persoon? En maar 8 herkennen hem. Dan stelt dat niet zoveel voor. Misschien waren er 10 asielzoekers op dat moment. En 2 die waren wezen suipen in Kollum. En die konden ze niet overhoren. Maar die tellen niet mee. Dus in principe 8 stuks. Ja, dat is genoeg. 8 asielzoekers herkennen de man die op de foto staat. Dus, kijk, het punt hierbij is dat ze zijn dus naar het asielzoekerscentrum gegaan. En ze hebben dus gewoon foto's laten zijn, pasfoto laten zien. En aan die asielzoekers gevraagd, is dit wel de persoon? Ze wisten het gewoon niet meer. Ze waren ten einde raad. En ze gingen aan die asielzoekers vragen. Klopt het wel? En ze hadden zijn paspoort niet eens. Alleen maar een pasfoto. Maar die asielzoekers zeiden, ja, dat is hem. En het waren er 8. Van de 40. Nou, en in de poolplets is dat onmiddellijk raken. Oh man, dat kan je lachen met justitie. En degene die dit opschrijft, die zit echt, die is gewoon reet bang dat hij ook maar 1 typfout maakt. Want het horen allemaal bepaalde, je moet je wel aan de regels houden. Rechercheurs, weet je. Niet vertellen wie, weet je. Rechercheurs van de Friese politie, ja, ben jij gek. We gaan niet alles verklappen. Dat is toch ook een schande. Dat zijn die rechercheurs helemaal vanuit Leeuwarden. Die zijn de poolplets gereden. Want klopt onze administratie wel? Is dit hem wel? Is het een goede foto? Oh. En het leuke is, justitie, dat kost je nog geld ook. Ik denk dat ik deze uitzending in 3 stukken ga hakken. Ha, en begin ik nu overnieuw. Oh mensen, wat een knip- en plakwerk wordt dit. En we zijn pas op pagina 3. Oh, wat erg. Oké, maar ze zijn dus erover eens dat justitie zegt dat hij ongeveer 30 jaar oud is en hij weegt ongeveer 30 kilo. Ja, kijk, het punt is met die asielzoekers.
Je weet niet waar ze zeiden. Je kon een beetje naar het gebit kijken, net als met een paard. En dan stempel je er een datum op. Dat had ook mogen staan. Hij is geregistreerd hier in Nederland met als geboortedatum zoveel. Want dan weten we namelijk hoe oud hij is. Hoe oud hij nu is. Want hij is 30 jaar oud en bij wanneer eigenlijk? En hij weegt ongeveer 90 kilo. Ja, wat zegt dat? Persoon is een vrij lange vent. En we weten zijn lengte op 10 centimeter nauwkeurig. Oh mijn god. Why the fuck? Oh, toen ik een paspoort aanvroeg, toen moest mijn lengte gemeten worden. Tegenwoordig schatten we dat. Dat zijn die asielzoekers geweest. Die asielzoekers die zeiden ongeveer 1,90. En die rechercheurs die gingen helemaal trots terug naar Leeuwarden. En hij draagt meestal een t-shirt. Oh, dat hebben ze ook gehoord van die asielzoekers. Of van diegene beveiliger. En met zijn collega's hebben ze ook een vergadering gehouden. En al die collega's van hij, joh, je weet wel, hij die naar het politiebureau ging, zei dingelingeling. Sorry. En hij dus met zijn collega's, weet je, maar uitgenodigd. En wat droeg hij dan zoveel al? Nou, vaak een t-shirt. En een spijkerbroek. De vraag is natuurlijk, had hij ook wel zijn onderbroek aan? Wat de fuck draag ik daar? Nee, Ali, de persoon in kwestie, die had altijd een Burberry jas. En hij had heel graag droeg hij een vest. Een vest onder zijn colbert. Zo'n vestje, hè? Nou, op zijn Frans is een colbert natuurlijk een vest, maar heel graag had hij een driedelig pak aan. En vaak had hij een bloemenstraptas. Behalve als hij voor de Ramadan moest of zo, dan had hij gewoon, dan deed hij net alsof hij normaal was. En een spijkerbroek en een zwart leren jack met tailleband. Oh, dan weet ik gelijk wie je bedoelt. Ik hoef Amsterdam erin te lopen. En ik zie hem. En ik zeg, Ali, dat is de persoon. Beschrijft een beveiliger. Oké, we hebben het gehad over. Dus we hebben het gehad over hij, weet je wel. Even kijken hoor. Belt hij, hè? Hier stond hij, ja. We zijn nog steeds deze pagina. En dan hebben we nu een beveiliger. Dit is een les voor jullie, hè? Hoe je met deze klojo's om moet gaan. Want wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Goed naar me luisteren. Met twee oren. Je hebt een oor aan je linkerkant, oor aan je rechterkant. En Marianne Vaatstra, die is toch al dood. Dat is erg genoeg. Maar we mogen wel lachen om je justitie. Ja. Kom op. Die persoon van de foto herkent. Even kijken hoor, van de foto. Wacht eventjes. Oh, weer zo'n lekkere verwijzing. De foto. Ik heb helemaal tranen in mijn ogen. Is dat nou omdat... Ja. Ja. Mijn dochter is momenteel ook 16. Of is het van het lachen? Even kijken hoor. Waar waren we nog gebleven? De foto, ja, precies, want kijk, ja. Kijk, we hebben het hier over de opsporingsfoto. En een groepsfoto. Over welke foto? Allebei? Ja. Een beveiliger. Echt.
Nee, kijk, ze zijn van Leeuwarden niet helemaal naar de poolplaats gegaan om met die asielzoekers te praten. Ben jij gek? Ze hebben ook met de beveiliger gepraat. Klopt deze foto? Ja, we weten niet precies. Hier hebben ze zijn paspoort is zo. Maar is het wel een goede foto? Maar een beveiliger. Die, de volgende zin, oh man. Oh, dit is nog erger. Een beveiliger, dus hebben iedereen die asielzoekers gevraagd of die administratie van Hully wel klopt. Nou ja, op slot van rekening, mensen van een ander land naar binnen. Ja. En die spreken onze taal niet en die moeten minimaal begeleiding hebben. Dus daar moet een administratie voor zijn. Net als in Auschwitz. Ja, dat. Ik ben helemaal niet voor Auschwitz, dat mag iedereen begrijpen. Je moet wel een administratie hebben. Als je zo gecontroleerd met mensen omgaat, dat mensen helemaal aan je onderworpen zijn, dan moet je ze wel administreren. En mij mag je ook administreren. Voor mij hoef je niet te zorgen, dat is wat anders. Ik red mijn eigen reet wel, sorry voor het Frans. Maar andere mensen die van buiten komen en de taal niet spreken, die moet je voor zorgen. Dus dan moet je minimaal, je moet alle gegevens hebben. Dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar hier naar binnen komen. Want ik heb ook een nummer. En de bedoeling is dat die mensen die van buiten naar binnen komen, dat die net zo zelfstandig worden als ik. Als ik was, mag ik dan zeggen, misschien ben ik morgen wel dakloos, weet ik veel. Maar je moet dus van iedereen die binnenkomt, moet je gewoon een goede registratie hebben. En je moet het ook kunnen controleren, want het zijn risicogevallen. En dat is typisch een taak van het vrouwelijke deel van de samenleving, die momenteel gedomineerd wordt door mannen. Dat is heel vervelend. We hebben yin en yang. Het is momenteel een beetje achter het voren ons te boven. Het is niet het yin en yang van waar het begrip yin en yang vandaan komt. Maar goed, we gaan lekker door met lachen. Volgens zijn collega, dan weten we het nu ook al. Dus je hebt dus die twee beveiligers, de beveiliger, hij, en dan heb je dus, en dan heb je hier een beveiliger, maar dan heb je nu een beveiliger, en dan daarvan zijn collega, ja, draagt de gezochte asielzoeker halfhoge schoenen van bruin leer. Tjoe. En heeft hij geen andere schoenen. Dus, want anders is het niet belangrijk, toch? Half hoge schoenen van Brownie. En soms zei nooit gimpies. Nee, gimpies mag niet. Nee, heel hoge schoenen van bruinleer. Nou, ik heb hem wel eens een keer, ontmoet ik hem op een woensdag. Had hij van die hoge schoenen aan met bruinleer. En toen dacht ik echt van, zie je eruit. En toen zei hij ook tegen mij, oké, ik zie al hoe raar je kijkt, voortaan half hoger. En daarna kwam ik hem weer een keer tegen, dat hij de zwarte schoenen aan. En toen zei ik, hé, man, dit zijn hele zwarte schoenen. Wat zijn er voor zwarte schoenen? Toen zei hij ook tegen mij, vind je dat niet mooi? Ik zei, nee, vind ik het helemaal niet mooi. Ja. En zo is dat gekomen, dat die persoon, die droeg echt alleen maar half hoge schoenen van bruin leer. Dat was allemaal, ja, zo gaat dat. Je bent een Turk en je komt naar Nederland en dan denk je, wat een kut asielzoekerscentrum, ik ga een keertje weg. En dan moet je gewoon half hoge schoenen bij je hebben voor het lekkere weer in Turkije. En dat gaan we allemaal nog krijgen hoor, mensen. Net zolang tot ik weer de uitzending stop. Dit wordt lachen hoor, echt super lachen. Kijk, persoon heeft problemen met zijn hart. Kijk. Nu kunnen we allemaal eventjes stilstaan bij dat. Dat is de persoon waar we het over hebben. Dat is dus de persoon die dus gearresteerd is. En door de Turkse politie. Want hij was weggevlucht
Hij kon er niet meer tegen daar in de poolplats. Hij dacht echt van, ik wil weer naar de poolplats. Ik wil weg. Ik wil terug. En hij heeft dus problemen met zijn hart. Jezus. Dus die persoon die vanuit Turkije kwam in de poolplats en had problemen met zijn hart. Hij meldt zich in 1998 en 1999 voor onderzoek. En hier staan twee spaties. Als ik me niet vergis. Nee, ik plaag. Nee, dat is niet waar. Voor onderzoek. Hij meldt zich dus twee keer voor onderzoek bij het ziekenhuis in Dokkum. Een aantal asielzoekers en personeelsleden omschrijven hem als een drukke, luidruchtige, vriendelijke, maar af en toe. En dit staat ook letterlijk. Dan mogen jullie ook samen met mij op recherche gaan. Vervelende man. Nou, en nu moet je me eventjes dit vergeven. Even met me meekijken. Oh, ik heb gevonden. Ja, gevonden. En nou kijk of hier een persoon kan. Kan ik niet vinden. Even kijken of hier een tekst staat. Misschien vergis ik me wel. Nee, ik heb me vergist. Oké. Squeeze me. Maar dit gaat goed. Ik heb het gewoon eerder gelezen. Maar waar het hier om gaat, omschrijven hem als een drukke, luidruchtige, vriendelijke, maar ook af en toe vervelende man. Dat is geen omschrijving. Dat kan je van iedereen wel zeggen. Het gaat er natuurlijk om dat we een man zoeken die het slachtoffer op een vervelende manier om het leven heeft gebracht. En dat is de kwestie. En dat er iemand is die een of andere persoon is en die zit daar en die was ten tijde van het gebeuren pleiten. Zo'n ongeoorloofd verlof mag ik aannemen. Dat doet er niet toe. Sinds november 1998 verblijft de Irakese Koert. De persoon verblijft de persoon in het, sinds november 1998 verblijft de persoon in het asielzoekerscentrum te Kollen. De persoon wordt ook wel Turkman genoemd. Hij is afkomstig uit de omgeving van de Noord-Irakese stad Kirkuk, waar veel Turkmenen wonen. Het interesseert me helemaal geen ene donder. Ik wil alleen maar weten, wie heeft dat gedaan? In de ochtend, zaterdagochtend 1 mei 1999, is het lichaam gevonden van slachtoffer. En dat hoort niet zomaar. Dat hoort niet in Friesland, dat hoort niet in Nederland, dat hoort niet in België. Dat hoort gewoon niet. Dat soort dingen horen niet. En wie heeft dat gedaan? En dit is dus een stuk van justitie waarin ze zich vrijpleiten van het zich bezighouden met het opsporen van onmogelijke gedachten. Verdachten, sorry. Er zijn bepaalde dingen die kunnen niet.
En als je je daar alleen maar mee bezig houden, ja, dan vind je geen dader. Wie heeft dat gedaan? En dat Jasper Stieringa bekend heeft, dat zegt niets. Dat het makkelijk te doen was voor Jasper Stieringa om zo een misdrijf te begaan, lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk. En dat geldt voor mij, Perry Franciscus Martinez Winkel, burgerservice nummer 059-668-301, geboren te Bovenkerk. Tegenwoordig gemeente Nieuwer-Amstel. En mijn bankrekeningnummer mag je ook weten. Mag je er geld op storten? In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als aanvoerder van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Fijk Mustafa, 15. Die krijgt ook een nummertje, leuk. En zijn vader. Fijk is in het onderzoek naar de moord op slachtoffer voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en slachtoffer in februari 1999 hebben in de Ringo Bar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar slachtoffer alsof hij een keel doorsnijdt. Het zal best. We kennen dat. Ik zie dat op internet heel veel. Keel. En hij is dus in het onderzoek naar de moord op slachtoffer al gauw een interessant persoon, want hij heeft een keel doorsnijdend gebaar gemaakt. Ja, dat zal wel. En waarom wordt die feit hier nou in betrokken? In het asielzoekerscentrum werkt persoon zich op als aanvoerder, die hoeft er geen kwakjes omheen. Die kwakjes zijn overbodig. Hij werpt zich op als aanvoerder, zonder kwotjes, van de jongere mensen die in zijn omgeving ook geboren zijn. Ja, hij was een soort van groepsleider. Ook gaat hij om met een andere persoon en zijn vader. Ja, oké. Die andere persoon is in het onderzoek naar de moord op slachtoffer voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en slachtoffer in februari 1999 hebben in de Ringo Bar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers. Zien jullie de fout? Zo mag je geen Nederlands schrijven. Ik ben niet de baas van jouw krant of zo, maar als je. We hebben het over getuigen. Dus we hebben dus de andere discotheekbezoekers. Ja? Je hebt dus. Was persoon erbij? Dat is natuurlijk de vraag. En dan heb je dus persoon. Je hebt die andere persoon. En zijn vader. Ja? Dan heb je de getuigen. Ja? Die staan hier. En dan heb je hier andere discotheekbezoekers. Kijk, deze techniek die heet op zijn Engels rook en spiegels. Alsmaar herhalen en onduidelijk praten. En dit is onze justitie. Een vriendin van slachtoffer vertelt de politie 2 dagen na de moord dat zij en die andere persoon op Koninginnedag in Kollum heeft zien lopen. Samen met 3 of 4 andere asielzoekers. Okay. Eén van hen kent zij niet. Jezus Christus. Dus
Ze heeft de persoon en die andere persoon zien lopen met 3 of 4. Ze waren met z'n 5 of met z'n 6. En een van hen kent zij niet. Ja, wie is hen? Waar refereert deze term naar? Wie is hen? Is dat... Ja, dat kan dus niet... Dat kan dus niet... die ene persoon en die andere persoon zijn? Of wel? Want het gaat hier om een vriendin van slachtoffer. Dus het vriendin van slachtoffer, die heeft dus die andere persoon op Koninginnedag zien lopen met 3 of 4 andere asielzoekers. En een van die asielzoekers kende ze niet. Mooi. Zij omschrijft deze man als iemand van ongeveer 25 jaar met een bierbuikje, getinte huid, een wit baseballpetje op, wit t-shirt, zwarte zonnebril en korter dan 1,75 meter. De andere persoon wordt op 19 mei 1999 verhoord. Dat is dus 18 dagen, ongeveer, bijna 20. 18, 19 dagen. Verhoord en staat wangslijm af om zijn DNA te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat is dus op deze datum. En pas recent, nou recent, een paar jaar geleden stond in de krant dat ze een haar hadden gevonden in een aansteker. Maar op 19 mei wist het al dat het DNA niet overeenkwam. Hij kan zich niet herinneren, dus die andere persoon kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was. Nou, het lijkt mij dat die andere persoon dan liegt. Want je weet natuurlijk wel degelijk met wie je ergens bent geweest. Het kan natuurlijk zijn dat er iemand ook nog bij was. Die je bent vergeten bent, die je vergeten bent te vertellen. Dat kan. Dat is helemaal geen probleem. Maar hij weet wel met wie hij daar was. En ik, ja, misschien dat hij Mohammedaan was, omdat hij zijn voornaam is een F-E-I-K. Lijkt me geen Nederlandse naam. Nooit geleren bier te drinken. Weet je. Misschien kan dat, ja. Want ik was zo dronken. I mean, oh. Gaat er iets fout? Ik hou weer eventjes een korte pauze. Ja? En dan maken we weer van de volgende uitzending.